We hebben al 22 jaar dezelfde man die het oud brood bij ons ophaalt. Ik ga jullie even vertellen over wat er gisteravond nou precies is gebeurd. Ja, een beetje een chaotisch verhaal zo hoor. Maar wij hebben het zelf ook weer onderschat wat erbij komt kijken, merken. Ja, het is echt heel veel. Ja. Echt. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkertjes. Leuk dat jullie kijken naar onze vlog van vandaag. We zijn in... Oh, ik schrik. Ik zie in de camera hier. Een vuilniswagen. De vuilniswagen. Daar staat de leeg hier achter ons. Ja, we zijn in Oudenbosch. We hadden een afspraak staan en wij gaan nu weer richting Halster, want er zijn vandaag veel mensen aan het werk. Even kijken of alles goed gaat, of alles goed loopt. We hebben de nieuwe lampen achterin liggen. Ja, die zijn opgeschilderd door een van onze winkelmeisjes. Die kan heel goed schilderen en die vindt dat leuk om te doen. Nou, die heeft ze toen voor Rosa ook gedaan, dus die wist ook wat ik bedoelde, dus dat was heel handig. En daarna proberen we nog even naar Oudenbosch te gaan, want dan hebben we toch nog ook wel wat werk. Ja, er komt nog iemand voor. We hebben al 22 jaar dezelfde man die het oud brood bij ons ophaalt. Die heeft koeien en ezel en kippen. Maar die man die is 82, 83 denk ik. Ja? Ja, zou je niet zeggen, hè? Nee. Jacques. En die doet dat al. Ik ben altijd van mijn oude brood af, dus ik heb er nooit gewoon kijken naar gehad. En hij betaalde daar dan wat geld voor, maar hij had ook een goede doel. Hij brengt 3 keer per jaar of 4 keer per jaar gaat hij naar Polen. Naar een heel arm regio in Polen. En dan brengt hij allemaal gebruikte kleding en zo. Dus ook al onze kleding, die ging altijd in tassen, nam hij mee. En dan had hij een stichting voor, dus dat geld dan wat voor het oude brood, ja, dat gaf ik dan weer aan de stichting. Ja. Zo was dat een beetje ook een goed doeletje. Maar ja, hij stopt helaas, dus ik heb een bakkerijgroep op Facebook gevraagd van nou, wat doen jullie dan met oude brood? En dan kwam er één reactie, good to go heb je natuurlijk, dat is einde van de dag zo'n pakket. Dat vind ik te veel werk. Daar hebben we ook vaak te veel voor over. Waar heb je nog meer brood van gisteren? Dat doen we alleen op zondag in Oudenbosch. En daar hebben we geen plek voor in de winkel. Daar moet je echt een mooi schapje voor hebben. In Halster gaan we dat wel proberen. En dan was er ook nog een bedrijf dat komt het ophalen. En daar maakt er veevoer van. Die had ik al in eerste instantie gebeld. Maar dat was alleen voor de middenbedrijven en de fabrieken. Dus dat ging niet meer ons brood. Dat was te weinig om voor te rijden. Maar nu komt er iemand vanmiddag. En die maken van ons oude brood poeder. En die doen daar een zuurtje bij en dan heb je een soort decemachtig poeder. En dat poeder dat gooi je weer op je brood voor de volgende dag. Dus ik ben benieuwd. Als straks wat van dat poeder zal die wel bij hebben en het product wat ermee gemaakt is. En dan gaan we, het is weer goed voor de voedselverspilling en dat is toch ook heel belangrijk. Dus daar heb ik een afspraak over straks. Ik ga jullie even vertellen over wat er gisteravond nou precies is gebeurd. Ik ging na het werk naar de McDonald's en we reden met 2 auto's, want iemand anders van het werk reed achter ons, want we wilden ook naar de McDonald's. En hun gingen naar de KFC en wij gingen naar de McDonald's. En toen wij richting reden, toen moesten we over een kruispunt en de stoplichten deden het niet meer. En wij reden gewoon rustig rechtdoor zo gewoon. En vanaf de rechterkant, die had natuurlijk wel voorrang, alleen die reed super hard en we zagen de auto niet aankomen en ik zat op de bijrijdersstoel en ik zag een auto heel hard op ons afkomen, dus ik begon te gillen en toen pas zag Natalia, dat deed bijna mijn arm, zag de auto en toen was er een botsing. En beide auto's hadden heel erg schade, zoals jullie waarschijnlijk gisteren in de vlog hebben kunnen zien. En toen de andere auto, die had heel veel schade, die was tegen een paal aangereden en er zat echt zo'n stuk gewoon in de auto. Maar ja, die reed met zo'n harde snelheid dat wij diegene ook niet hebben echt aanzien komen of zo. Ja, een beetje een chaotisch verhaal zo hoor. Maar
De schadeformulieren moesten ze invullen, beide. En Natalia, ik zat met haar in de auto. En die heeft nu een licht gekneusde arm en een knie of zo. En ik heb dan mijn arm. Deze arm, daar kan ik niet heel veel meer mee. Er zit een eerste graads brandwond op van de airbag. Want die waren ook geklapt. En ik heb allemaal blauwe plekken op mijn benen. Ik heb heel veel hoofdpijn. Mijn rechteroor is aan het kloppen. Mijn knie doet pijn. Want daar ben ik heel hard mee tegen de auto doorgekomen. En toen kwam de takelwagen en de ambulance. En toen moesten we ons laten controleren bij de ambulance. En ik heb vannacht hier ook op de bank geslapen, want ik kon niet in mijn bed komen. Omdat ik geen druk kan zetten op deze arm. Ik heb wel een mondkapje gekregen in de ambulance. Maar ja, die gooi ik zo meteen weg, denk ik. En ja, dat is een beetje wat er allemaal gisteravond is gebeurd. Dus ik heb mama meteen gebeld en toen kwam papa mij ophalen. Ja, en dat is een beetje wat er is gebeurd. Maar ja. Veel geboren in Halsteren. En geschroefd. En getegel. En tegeltje zit erop. En verder eigenlijk. Na gisteren is veel dingen die je niet ziet van elektrawerk en zo. En loodgieterswerk. En wij hebben weer alles besproken met iedereen die bezig is. De prijskaart die komt erop. Die komt daar zo. Dus die hangt er de volgende keer. Die zit hier in de doos. De Sofie's roze lampen hebben wij afgegeven. De stickers gaan er toch af. Want het moet net eigenlijk daar tot het randje. En die moeten wat groter en meer naar het midden. Dus ja, dat komt morgen dan ook weer. En zo. Is het constant nadenken en dingetjes verzinnen. Ja, nou kan je nog aanpassen. Ja, nou kunnen we nog aanpassen, ja. Het is inmiddels bijna 6:00. En we rijden net langs de aardbeien. We hebben ook de aardbeien van de bakkerij vandaan komen. En Jan gaat even aardbeien halen voor de kinderen, want dat vinden ze lekker. Perfect, heel mooi. Hoi. Ja, dat is een goed idee. Kunnen we die een keer proberen? Ja, toch? Ja. Zo, Junior die geeft de aardbeien niet meer af, denk ik. Denk het ook niet. Je loopt dus als schat hier gewoon in de maai. Wij zijn eindelijk thuis en Eline begint al. Ik heb honger. Ja. Het is al 6:00. Ja, het is al 6:00. Ik ga sissy. Wat is dit nou weer? Wat denk je dat dat is? Vries, maar waarom zitten ze op alles? Dat is vacuüm verpakt. Van de boer? Als we dan, dat blijft zo een paar dagen goed. Als we dan lekker frietjes willen, kunnen we die even frituren. Uit de koelkast. Ja, tot wat eten we vanavond? 26 staat er, anders moet je een frietje doen. Ja. Vaak naar de koelkast. Wat eten we vanavond? We gaan Grieks halen. Alleen ik ga Sissy naar huis brengen. Niet invriezen, alleen naar voorbakken mogelijkheid om in te vriezen. Oh, oké. Okay. Oh. Ik dacht dat het voorgebakken was, maar dat is dan niet. Nee. Nee, is gewoon rauwe friet. Dus je moet hem nog voorbakken. Ja, een keer proberen. Want ik ga Sissy naar huis brengen, dan ga ik Grieks halen. Dus jullie mogen aan mama even doorgeven wat jullie willen. En dan eten we lekker Grieks. Jij wil alleen friet. Kipsalade. Dan kun je beter deze frietje bakken. Ja. Ik weet het niet. Nee, die friet is lekker van hun en ik neem gewoon friet mee. En dan kunnen jullie ook goed waren. Dat is goed. Junior, panda? Nee, dan na. Stan, nee. Stan wil ik even Teddy's. We staan al thuis. Deze aardbeien zijn echt lekker. Ik heb ze nog niet gezien. Het zijn dezelfde aardbeien als van de bakkerij. Dat is onze aardbeienboer. En ik reed hier voorbij. En ik denk, nou ga ik even in de automaat wel halen. Stan heeft vandaag heel de dag in Auwenbos lekker gezeten. Ja, op de fiets. En we denken dat hij er nog is. We hebben hem nog wel gezien even, want wij zaten op kantoor. We hebben heel veel kantoorwerk gedaan. We hebben jullie gedaan. De hele dag gezwommen, maar het was wel heel koud. En het was aan het regenen. En jij? Flor ook gezwommen? Gespeeld met vriendin. Nee, Merel, pijn gaat. Hoe gaat het nu? Was het al mooi genomen, dus nu is de pijn wel iets minder. Oké. Je hebt een paracetamol genomen, zei je? Ja. Oh. Aardbeien in mijn mond.
Ja, ik heb net een paracetamol ingenomen, want het was echt heel pijnlijk. En ik heb in bad gezeten. Pijnlijk, bad. Nee. Nee? Niet echt, want dat was een kilt op mijn schouder. En heb je blauwe plekken? Ja. Ja? Mag ik het zien? Hier, ja, je kan het niet echt zien. Nee, ik kan het niet ja, zien. Ja, die zijn wel blauw hoor. Aan de binnenkant daar van je been. Hier? Ja. Ja, die, oh, ja. Daar heb ik een bondje. Je knie was blauw. En je arm. Maar je arm laten we dan morgen zien, goed? Ja, dan goed. Heb je shirt aan. En verder neem ik mij de hele dag een beetje zitten pijnen. En morgen weet je zeker dat je wil werken? Ik sta kassa. Het hoeft niet, hè? Als jij zegt van... Nee, ik sta kassa, dat lukt wel. Ja, dat lukt wel. Nou, dan ben je een dappere meid, vind ik. Sta ik brood. Vind ik jou heel dapper. Ja, er komen volgens mij ook nog twee met Lisa inwerken. Dus ze staan er precies... Oh, er zijn ook nog halsteren inwerkers. Ja. Lisa regelt dat allemaal voor ons. Zo is, daar is jullie mama heel goed in, hè? De juiste mensen op de juiste plek. Lisa van Linda. Ja? Ben je aan het halster opstarten? Leuk, wist je dat niet? Ja, ik... Dat hebben wij al wel verteld. Bij halsteren ging niet. Nou, nee, zij gaat daar echt had, regelen. Zij werkte bij Arjan van Dijk. En dat, die zijn failliet gegaan aan het begin van de crisis. Ja. Zeg maar. En zij had geen werk meer. En toen heb ik gezegd, zij is 5 jaar weekend op bij ons geweest. Zegt, als jij geen werk kan vinden, zorg ik dat ik werk heb voor jou. En toen hoorden ze dat die evenementenbranche, dat is nog 1,5-2 jaar helemaal niks. En toen zei ze, ja, heb je misschien toch werk? Ik zei, ja, ga Halster dan maar opstarten. En dat vond ze heel leuk. En wij hebben een vertrouwenspersoon. Eigenlijk zou uit de bakkerswinkel... zou Ingrid dat doen. Voor tijdelijk. Die wilde toch weer terug. Nee, die vindt het nou allemaal zo leuk. Dus het wel even tijdelijk wilde doen. Maar wij hebben liever iemand uit onze eigen gelederen, die ons bedrijf heel goed kent, die dat wil gaan doen. En Lisa, die kent ons gewoon heel goed. Ja, die kent onze visie, die weet hoe wij werken, die weet hoe wij denken. Ja, dat is gewoon heel fijn. Ja, en haar vader die maakt onze auto, die moet ook nog bij ons. Als haar auto kapot is bij ons, gaat hij naar de vader. Dus dat is, ja, dat is gewoon een heel kort lijntje en dat is fijn. We weten wat we aan elkaar hebben. Maar zij vindt het ook heel leuk, want ze heeft, ik heb dan zeg maar de eerste selectie gemaakt van sollicitanten. Waarvan ik denk, nou ja, dat zou wel bij ons passen. Dan kijk ik naar heel veel verschillende dingen. En die heb ik naar haar doorgestuurd en gezegd, nou ga jij maar de gesprekken houden. Ga ze maar inwerken van wie je denkt dat het past. En dan, Facebookpagina Halsteren bijvoorbeeld, die komt er ook aan. Die is er al. Oh, die is er al. Hoe heet die? Gewoon Facebook. Bakkerij Nakijken en Maddy's Halsteren heet die. Oké, okay, en die gaat, daar gaat Lisa, die mag dan ook de inloggen. Die kan er ook dingetjes op doen. Ja, en de ijsmaken erop zetten. Ja. Dat is echt, wij hebben het zelf ook weer onderschat wat erbij komt kijken, merken we. Ja, het is echt heel veel. Ja. Echt heel veel. Dan denk je, ah, dat is niet zo moeilijk, want we hebben en een ijssalon al en een bakkerij al, maar het is echt... En in de winkel zijn best wel wat foutjes en dat komt toch. Het interieur, omdat het allemaal, je moet aan zoveel dingen hebben, we moeten ook een bakkerij inrichten. Je moet die machines uitzoeken, je moet de wanden, plafonds, de lampen in de bakkerij, de vloer, mensen. Ja, het is echt. Telefoon, internet. Het zijn zoveel onderdeeltjes. De pui. De vingerscan bij het kloksysteem. Oh, ja. De pui. Ja. Alles. En nou in Bos is het allemaal in stapjes gekomen. En nou moet alles in één keer. Ja. Maar het gaat goed, alleen we lopen wel af en toe nou tegen dingetjes aan, dat ik denk ja. En dan krijgt er nog een ongeluk, moet je die nog op gaan halen. Maar het is helemaal niet erg hoor, want er is helemaal niks ernstigs. Dus Heel veel schrik. Ik zei al tegen papa, ik vind al niks als jullie met andere mensen meerijden. Want ik dacht, als je bij mij meerijdt en er gebeurt iets, heb ik het zelf gedaan. Ja. Ja, want degene die reden voelde zich ook echt wel schuldig. Ja, ik heb maar echt vandaag even 50 keer. Sorry. Dat hoeft helemaal niet. Nee, ik voelde zich echt schuldig. En de moeder kwam ook en zei, sorry. Ja. Dat was echt schuldig. Ja, ik ga lekker Grieks halen. Dus allemaal bedankt voor het... Ja, dat kan. Wij gaan Grieks halen. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! En hockey vindt hij leuker natuurlijk. Helaas, ik is mislukt. Ja, het is fijn als je eigen gemaakte kinderen hebt, hè? Ja, zo kom je binnen. Kijk, Floor die geeft nog kusjes aan de papa. Oh, zo! Wauw!